welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer allemaal nieuwe make-up beauty TikTok hacks testen. Ik heb al eerder zo'n video gemaakt, die staat al op mijn kanaal. Dus bekijk die ook zeker als je dit soort video's leuk vindt. En vandaag is het een soort van deel 2. En ik heb nog meer make-up hacks gevonden. Een aantal waarin jullie mij hebben getagd, dus dankjewel daarvoor. En ik ga gewoon al deze TikTok make-up hacks testen vandaag. En we gaan kijken of ze echt nut hebben. Een aantal hebben altijd wel nut, een aantal hebben geen nut. In de vorige video was het best wel goed gegaan. De meeste hacks waren echt best wel oké. Dus ik hoop gewoon dat het vandaag ook goed zal gaan. Want ja, het liefst hou ik gewoon mijn make-up de hele dag op. Dus ik hoop gewoon dat het goed zal gaan. Maar ja, we will see. Ik zelf heb ook een TikTok. In het begin heb ik er wel iets mee gedaan en een aantal video's geplaatst. Maar ik plaats echt al maanden al geen video's meer. Ik doe echt helemaal niks met TikTok. Maar misschien dat op een dag ik het weer oppak. Dus volg me vooral ook daar als je wilt wachten op de dag dat ik het weer oppak. En ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ben er best wel enthousiast over. Ik heb een aantal hele leuke hacks. Dus laten we snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Jongens, ik heb vandaag helemaal zo'n vlecht gemaakt. Wat vinden we ervan? Dit is wel nep haar. Kijk dit onderste stukje. Oh my god. Super, super leuk. Ik vind zo'n strakke vlecht altijd heel mooi staan bij anderen. Dus ik dacht, ik ga het ook weer doen bij mezelf. Oké, goed. Laat me even alle hacks erbij halen. Ik ga ze gewoon heel aan jullie laten zien. En dan gaan we ze proberen. Ik heb een aantal voor het gezicht. Dus daar ga ik mee beginnen. Oké, ik heb een soort van foundation hack. Ik denk dat deze hack, dat ik daar het meest sceptisch over ben. Ik denk echt niet dat het iets gaat worden. Maar ja, ik ga hem even jullie laten zien. Ik weet niet hoe dit mijn gezicht helemaal egaal gaat maken. Ik weet niet hoe dit gaat matchen met mijn huidskleur. Dit gaat echt volgens mij gewoon echt een mes worden. Bij haar is het heel erg mooi, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe heeft dit zich helemaal aangepast aan haar huid? I just don't understand. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. Ik heb hier een SFX paletje van Revolution Pro. Deze is echt al 2 jaar oud of zo. Ik denk dat ik echt een andere moet halen. Oh my god. Ik heb ook geen blauwe kleur hierin. Zij gebruikt ook blauw. Ik denk dat ik gewoon in plaats blauw deze paarse kleur ga gebruiken. Schijt. Ik heb wel geel, ik heb wit, ik heb rood. Oké, ik heb hier wel zo'n face and body paint stick gevonden van Technique Cosmetics. Deze is zo regenboog. Die moet je zo aanbrengen als regenboog. Dit product sloeg echt helemaal nergens op. Maar in ieder geval, deze heeft wel een blauwe kleur. Dus misschien dat ik gewoon de hele tijd een beetje van die blauwe kan pakken en dan die kan gebruiken. Maar laten we gewoon eerst beginnen met, ik denk gewoon wit. Ik ga wel eventjes eerst mijn gezicht primen. Daarvoor gebruik ik deze Milani Rose Primer. Ik ben nog steeds bezig met deze opmaken. Volgens mij is hij wel nou echt bijna op. Kijk, zie je dit? Dit is echt nog het laatste beetje wat eruit komt. Dus ik denk dat ik hem helemaal heb opgemaakt. Oeh, satisfying. Oké, let's do this. Ik ga gewoon beginnen met de witte kleur en dan de rode kleur en dan geel. En dan ga ik proberen hiervan blauw te pakken. En als dat niet lukt, dan pak ik gewoon de paarse kleur uit het paletje. Oké, nou dit is dan de actuele status. Ik weet niet hoe dit er mooi uit gaat zien. Maar jongens, we gaan het gewoon inblenden en we zien wel. Ik gebruik deze foundation buffer van Boozy Shop. Dit is nummer UP04 kwast. Dit gaat toch ook helemaal geen dekking geven en zo. Ik denk dat omdat het juist helemaal geen dekking geeft, dat het dan lijkt alsof het mooi is omdat je gewoon niks ziet en zo. Oké, whatever. Laten we het gewoon gaan inblenden. Oh my god. What a mess. Nou, ik moet zeggen dat het op zich wel is uitgeblend naar een soort van huidskleur, kleurtje of zo. Maar omdat de dekking zo licht is, zie je het amper. En dan lijkt het alsof het mooi is, terwijl het gewoon is omdat het gewoon bijna geen dekking heeft. Dit doet mij een beetje denken aan die foundations zonder een kleur. Weet je wel, die zich zogenaamd aanpassen aan jouw huidskleur. Daar doet het mij een beetje aan denken. Ik moet wel zeggen dat mijn gezicht er niet eens zo heel slecht uitziet. Het voelt wel allemaal een beetje plakkerig en stroef aan. Want ja, het is ook gewoon een cream product. Op zich is het niet eens zo echt heel slecht hoor, ik zweer het. Ik ben echt een beetje in shock. Zou ik dit weer doen? Niet echt. Ik zie ook nog wel een beetje zo van die blauwe kleur overal. Die blauwe kleur had ik misschien iets minder moeten doen. Maar op zich is dit niet eens heel slecht. Het blendt gewoon letterlijk helemaal uit naar jouw huidskleur, zeg maar. Maar nogmaals, er is echt nul dekking. Dus ja, het heeft mijn huid gewoon een heel klein beetje soort van een egale laag gegeven of zo. En that's it. Oké, het volgende is ook voor het gezicht om je gezicht een beetje een soort van facelift te geven met make-up. Oh.
Oké, nou dat is dus de soort van facelift hack. Ik ga het doen aan de ene kant van mijn gezicht en dan pas de andere kant. Want dan kunnen we goed het verschil zien. En dan kunnen we goed kijken of dit nou echt mijn gezicht gaat liften. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hou altijd van dat effect. Ik contour ook altijd helemaal zo omhoog en zo om mijn gezicht te liften. Dus dit is al wel een soort van een techniek die ik altijd al doe. Maar niet op de manier hoe zij het hier doet. Dus dat ga ik ook doen. Ik heb hier 3 concealers van Missouda. En die ga ik gebruiken om zo die lift hier aan te brengen zoals zij doet in die video. Ik ga ook zo proberen om ze zo alle 3 tegelijk vast te houden en zo. This is gonna be a mess, maar whatever. De normale concealer kleur die ik gebruik is N40. De iets lichtere kleur is N80. En de donkere kleur is C95. Deze concealer is by the way super fijn. Laat het alsjeblieft gewoon lukken, want het gaat nou allemaal zo goed. Ik ben pas bij 1 hack en ik zeg dat het allemaal zo goed gaat. Oké, ik ga ze gewoon zo vasthouden. Ik ga echt stuk op mezelf. Waarom doe ik dit? Dit gaat echt helemaal mis. Ze zitten veel te ver uit elkaar. Wat een gezeik. Oké, whatever. Ik heb schijt. Ik ga het gewoon alsnog zo doen. Ik ben een manier aan het zoeken om ze zo dicht mogelijk op elkaar vast te houden, zeg maar. Oké. Ja, kijk. Ze zijn al veel te ver uit elkaar. Oké, whatever. Jullie hebben nou echt iets van Sarah. Doe nou maar gewoon. Oké, die onderste heeft mijn gezicht niet eens aangeraakt. Oké, ik zal die gewoon eventjes handmatig nog aanbrengen. Dan brengt zij ook nog hier zo een cream blush aan. Dat ga ik ook doen. Ook van Missouda heb ik hier hun Cheek Kiss Stick. In de kleur 101. Is echt een super, super fijne cream blush. Op zich is het wel fijn dat er nou hier best wel veel plek over is. Want nou kan ik gewoon zo die cream blush aanbrengen. Dat was echt niet expres gedaan of zo. Oké, en dan zie ik dat zij eerst die 2 donkere contourkleuren uitblendt. En dan pas deze lichte kleuren. Dus dat ga ik ook doen. Dit is de kwast die ik altijd gebruik om mijn contour uit te blenden. Dus dat ga ik gewoon nou ook doen. Dit is alleen nou wel echt heel veel contour. Oh my god, ik weet niet of ik dit nou helemaal zo mooi uitgeblend ga krijgen. Dit is echt way too much. Oh my god. En dan blendt ze de concealer en de blush ook zo samen uit. Oké, en dan brengt ze nog een andere lichte concealer zo hier aan in een soort van driehoekje. En dat blendt ze nog uit en dan is het klaar. Dus ik ga daarvoor deze concealer gebruiken van Clarins. Dit is in de kleur 02 Light Medium. En die ga ik zo precies aanbrengen als hoe zij ook doet. Ze brengt zo hier aan. Ik breng ook een beetje hier aan om het een beetje te verlichten. Daar, dat doe ik altijd. En dan blendt ze dit hier ook zo uit. Nou jongens, is het gelukt of is het niet gelukt? Zien we die lift? Ik vind die contour alleen echt veel te heftig. Dit kan echt niet. Ik ga even die contour een beetje opruimen. Dit krijg je ervan als je dus 2 donkere kleuren gebruikt. Ik begreep al niet echt waarom zij 2 donkere kleuren gebruikt. De cream blush zie je alleen ook niet echt meer. Ik weet niet. Mijn gezicht is wel gelift omdat ik alles echt zo heb aangebracht. Maar vind ik het mooi? Vind ik het beter dan hoe ik het normaal doe? Dat niet echt. En het is ook veel meer effort, veel meer moeite dan dat ik normaal hoef te doen. Dus ja, ik weet niet echt of dit een manier is die ik vaker zou gebruiken. Maar het is absoluut niet slecht. Maar ik zou gewoon, ja, gewoon normaal contouren en concealer aanbrengen zoals ik gewoon altijd normaal doe. Ik ga nog wel eventjes hier die techniek ook aanbrengen. Maar nou ga ik het gewoon doen. Gewoon per kleurtje, want dat werkte echt voor geen reet net. Oké, nou de andere kant is ook helemaal klaar. Ik denk dat ik er wel gewoon goed uitzie. Maar nogmaals, gewoon hoe ik normaal contouren en zo, is denk ik iets handiger. Ik ga ook heel even snel een beetje bij mijn voorhoofd contouren. Want dat doe ik ook altijd. Dit heeft nou verder niks meer te maken met de hack. Dit is gewoon iets wat ik gewoon ook altijd doe. Hierdoor wordt mijn hele gezicht gewoon echt één mooi geheel. Anders is het nou hier helemaal zo mooi gecontourd. En mijn voorhoofd is nog helemaal zo bleekjes. Oké, jongens, mijn gezicht is nou echt super, super heavy gecontourd. Oh my god. Maar ik moet zeggen dat mijn gezicht er op zich best wel gewoon oké uitziet en zo. De volgende hacks zijn voor de ogen. Dus ik ga even mijn gezichtsmake-up afmaken, poeder en al die dingetjes. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we beginnen aan de volgende TikTok hack. Oké, jongens, daar ben ik weer. Mijn hele gezichtsmake-up is helemaal afgemaakt. Ik vind dat mijn gezicht er echt wel mooi uitziet. Alleen het is een beetje cakey. Dit face paletje is niet echt handig om te gaan smeren over je hele gezicht. Want het geeft je gezicht een beetje een dikke cakey. Vettige laag. En als je dan alle make-up erop gaat aanbrengen, vooral als je ook echt veel make-up gaat aanbrengen zoals ik nu heb gedaan, wordt alles best wel cakey. Dus ja, ik raad het niet aan. Oké, we gaan nou beginnen aan de ogen. Ik heb hier echt een prachtige ooglook. Ik ga hem jullie laten zien. Oh,
Oké, zij heeft ons dus net laten zien hoe je een ombre tick liner kunt aanbrengen met oogschaduw. Nou, zij heeft wel een hele andere oogvorm dan mij. Maar ik ga het toch gewoon proberen en we gaan kijken wat ik ervan ga maken. Het paletje die ik ga gebruiken is dit Rock Romance Palette, ook van Messauda. Ik weet niet waarom ik vandaag allemaal Messauda gebruik. Deze video is niet gesponsord of zo. Dit is echt een prachtig paletje en het heeft een beetje dezelfde soort van kleuren als die zij gebruikt. Maar in plaats van blauw ga ik denk ik deze paarse kleur gebruiken. Oké, wat ik haar dus als eerste zie doen is dat ze een hele lichte concealer gebruikt om de shape te creëren. Dus dat ga ik ook doen. Ik gebruik deze concealer van Elf Cosmetics, de Elf Camo Concealer in de kleur Medium Sand. Dit is mijn lichtste concealer, dus die gaat denk ik wel werken hiervoor. De kwast die ik gebruik is mijn NYX Cosmetics kwast nummer 14. Oké, ik denk dat dit een beetje zo de shape is. Ik heb echt mijn best gedaan om het bij allebei de ogen hetzelfde te krijgen. Dat was niet echt makkelijk. En dan kleurt zij het gewoon in. Zij maakt het hier helemaal zo bruin mat. En dan hier brengt ze een glanzende kleur aan. Dus we gaan in met dit paletje. Ik ga dus eerst in met deze bruine matte kleur. Die heet Mixtape. En die ga ik dan helemaal zo aanbrengen hier in de buitenste hoek. Nou pak ik deze paarse glanzende kleur Ballad en die ga ik zo aanbrengen op de rest van mijn ooglid. Nou jongens, wat vinden we ervan? Ik denk dat het echt best wel gewoon goed is gelukt. Met mijn oogvormen is het altijd een beetje lastig, want ik heb vrij kleine ronde ogen en ik heb hooded ogen. Dus dat is altijd een beetje lastig, maar ik denk dat het toch op zich echt best wel goed is gelukt. Het lijkt best wel gewoon op haar, toch? Oké, de volgende hack is voor de wimpers. Deze hack gaat jou laten zien hoe je gewoon thuis een wimperlift kunt doen. Ik heb een aantal weken geleden een wimperlift gehad. Het is nou alweer gezakt en uitgewerkt. Maar ik was echt helemaal obsessed met de wimperlift. I love it. Ik ga het ook gewoon weer doen. Dus ik dacht, deze hack ga ik zeker proberen. Want als ik gewoon een wimperlift kan doen hier thuis, dan scheelt dat mij heel veel moeite en geld. Dus ik ga hem jullie even laten zien. So I found this video of how to self-lift your lashes using a cotton swab and your straightening iron. And I had to try it out. So I did it and honestly it worked. Look at that lift. Oké, zij verhit dus gewoon een wattenstaafje met een steltang. En dan brengt ze het zo aan op de wimpers en dan zet ze zo omhoog. Ik ben echt super benieuwd of dit gaat lukken, want ik heb echt de meest mini wimpers ever. En mijn wimpers staan ook echt absoluut niet omhoog. Ze staan echt helemaal recht. Dus ik ben echt heel benieuwd of dit gaat werken. Laten we kijken. Ik heb dus hier gewoon mijn wattenstaafje. Ik heb hier mijn steltang. Is die al warm? Ja. Volgens mij is hij al warm. Ja, hij is al warm. Ik ben echt zo bang dat ik mijn hele oogbal eruit ga branden, maar oké. Oké, ik doe wel eventjes eerst mijn wimpers een beetje zo kammen. Dat ze een beetje goed staan. Oké, dan maak ik hem een beetje warm. Oh mijn god, deze steltang is zo warm. Oké, moet ik dan even wachten totdat hij is afgekoeld? Of moet ik met de volle hitte erop? Oh wacht, ik denk dat hij nog niet heet genoeg is. Oh, hij is gewoon bijna gesmolten! En dan gewoon zo omhoog drukken. Oké, ik denk niet dat ze omhoog blijven staan, jongens. Oké, dit heeft echt letterlijk geen nut. Het enige wat is gebeurd is dat mijn wattenstaafje een beetje is gesmolten. Maar voor de rest, mijn wimpers zijn echt helemaal niet omhoog gaan staan. Deze hack is echt een faal, jongens. De volgende hack is ook voor de wimpers, maar deze heeft ook een beetje te maken met nepwimpers. Oké, op die manier kan ik dus een beetje mijn ogen zo liften. Ik ben echt heel erg benieuwd of dit gaat werken. Want ik heb het gevoel dat je gewoon echt dead ass gaat zien. Dat mijn nep wimper echt helemaal hier is geplakt. Maar we gaan het gewoon proberen en we zien wel. Dit is dus echt om je ogen zo een cat eye, foxy eye lift te geven. Ik gebruik mijn NYX Cosmetics Matte Liquid Liner. Oké, jongens, ik heb de hele wing aangebracht zoals je kunt zien. En dan ga ik nou de nepwimper aanbrengen op de bovenste lijn van de wing. Dus in plaats dat ik het gewoon aanbreng op mijn hele wimperrand, breng ik het hier in het begin tot aan het midden wel aan op de wimperrand. En dan hier lift ik het omhoog en breng ik het aan op de bovenste rand van de eyeliner. De wimpers die ik ga gebruiken zijn mijn Lash Like a Boss wimpers van Essence in de stijl OMG. Oké, jongens, ik ga nou de wimper proberen op te plakken. Ik ben echt zo benieuwd. Ik plak hem gewoon in het begin normaal. Kunnen jullie het zien? Ja, jullie. Die kunnen zien, hè? Oké, kijk, ik heb hem echt helemaal zo omhoog geplakt. Zie je dit? Hij zit echt helemaal hier aan de bovenkant van die eyeliner. Dit voelt echt zo raar aan. Oh mijn god, ik besef me net dat ik geen mascara heb opgedaan. Oh my god. Dat ga ik alsnog eventjes snel doen. Ik gebruik deze Sky High mascara van Maybelline. Oké, dan ga ik ook even snel de andere wimper opplakken voordat hij opdroogt.
Dan pak ik weer mijn zwarte eyeliner en dan ga ik hier een beetje dat gat opvullen en het helemaal zwart maken. Oké, ik heb echt mijn best gedaan om alles zoveel mogelijk te verhullen als kan. Ik vind nog steeds wel echt dat je een beetje echt wel gewoon kunt zien dat mijn wimper hier hoger zit. Kijk, je kunt ook mijn echte wimpers er echt een beetje onder zien zitten. Normaal plak ik zo met mijn vingers mijn neppen en mijn echte wimpers zo aan elkaar vast, waardoor je het verschil niet meer ziet. Maar ja, dat kan nu niet, omdat ze dus niet op elkaar liggen. Het geeft wel echt een ooglift. Ik zie echt dat mijn ogen iets meer zo foxy eye-achtig zijn. Dus het doet wel echt wat het moet doen en het geeft echt dat gewenste effect. Alleen ja, ik vind gewoon dat gat niet mooi. Maar aan de andere kant moet ik ook wel zeggen dat ik nou echt heel dicht op mijn ogen zit. En er echt op let en ook weet wat ik heb gedaan. Ik denk dat andere mensen het niet 1, 2, 3 zullen zien. Dus ja. Oké, jongens, we zijn aangekomen bij het einde, bij dit laatste hack. En deze hack heeft te maken met lipstick. Oké, zij brengt dus lippotlood aan, gewoon als hoe je normaal lippotlood aanbrengt. En dan maakt ze hem een beetje warm met vuur. En dan pakt ze hem een beetje met haar vinger. En dan brengt ze de rest aan als lipstick. Dus dat gaan we proberen. Ik heb hier mijn vuur. En ik heb hier een lippotloodje van MAC in de kleur Whirl. Dus die gaan we even aanbrengen. Even deze lipolie eraf halen. Ik breng hem eerst gewoon aan als normaal. Oké, de hele lippotloodrand is gezet. Dit is gewoon hoe ik het altijd normaal aanbreng. Ik ga hem een beetje slijpen, want dan kunnen we hem gewoon extra goed gebruiken. En dan ga ik hem warm maken met vuur. Ik hoop niet dat dit mijn hele lippotloodje gaat verkloten, want deze zijn 20 euro. Ik maak hem gewoon een heel klein beetje zo nat. Oh, je hoeft echt maar... Wow, hij smelt echt gelijk. Oké, ik pak een beetje met mijn vinger zo. Oeh, hij wordt ook een beetje zo donker of zo. En dan breng ik hem gewoon zo aan. Dit heeft gewoon echt nut. Hij werd echt gelijk warm, dus je hoeft het echt maar heel eventjes te doen. En het droogt ook weer gewoon gelijk mat op. Oké, deze hack had echt nut. Dit heeft gewoon echt nut. Aan de andere kant heb ik wel iets van, ik had ook gewoon met dit potloodje gewoon mijn hele lip kunnen inkleuren. Dat had ook gewoon gekut, dus ja. En mijn lippotloodje ziet er ook gewoon nog helemaal gewoon normaal en goed uit. Hij is weer gewoon gelijk hard geworden en droog geworden. Dus dat is helemaal top. Dan zijn we klaar, jongens. Dit was de laatste hack. Nou, jongens, dat ging vandaag allemaal toch best wel goed. Ik moet wel zeggen, mijn gezicht is een beetje roodachtig. Het matcht niet helemaal meer met mijn huidskleur. Het is een beetje helemaal zo warm, donker, roodachtig geworden. Ja, zo'n SFX paletje gebruiken als foundation, ik raad het jullie niet aan. Een aantal hacks waren wel gewoon mooi. Ik vind de oogschaduw super mooi. De wimperhack werkt op zich ook wel. Als je gewoon van een afstandje kijkt en mensen niet helemaal in je gezicht gaan kijken hoe jouw wimper is geplakt. De liphack werkt ook gewoon. De wimperlift hack werkt echt totaal niet. Dat is gewoon echt een no-no. En ja, het gecontour. Ik blijf gewoon contouren als hoe ik het normaal doen, want ja, dit kostte me allemaal veel te veel moeite. Ik hoop gewoon dat jullie weer hebben genoten van de video en ik jullie weer een beetje plezier heb gebracht vandaag. Laat me weten beneden in de reacties wat je ervan vond en of je ook misschien een deel 3 wilt zien, dan ga ik gewoon nog meer TikTok hacks proberen. En ja, ik vond het weer super leuk om deze video te maken. Ik zit hier echt al 3 uur of zo. Dit soort video's duren altijd super lang. Dus ik hoop echt dat al deze moeite niet voor niks was en jullie er gewoon van hebben genoten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!